Hallo allemaal, hier is Peter weer het Mergerijk. Vandaag het verhaal over het schuilen in de grotten. Je moet je voorstellen, zo'n gangenstelsel, 250 kilometer gangenstelsel in Zuid-Limburg. Een dik plafond boven je. Dat is een goed plekje om je eens even te verstoppen. Voor kinderen is dat super spannend natuurlijk. Niet zo slim, want als het donker is, kom je er niet meer uit. Maar in oorlogstijd is dat natuurlijk wel een goed idee. Je moet je voorstellen, in de middeleeuwen, heel veel oorlogen in deze omgeving. De Spanjaarden zijn hier geweest, de Fransen zijn hier geweest, de Oostenrijkers zijn hier geweest. Het hele handeltje is hier op bezoek geweest. En als het leger langskwam, dan wilde je liever even weg zijn. Vrouwen werden verkracht, het is van alle tijden. Het vee werd gestolen, je huis werd waarschijnlijk afgebrand. Beter even de bergen, even schuilen in de grot. En dan in de hoop dat als je wel veilig naar buiten kwam, het huis er nog stond. Zo is dat in die jaren eigenlijk constant aan de hand geweest, want het ene leger was er niet weg of het nieuwe stond er weer voor de deur. Rond 1800, waren de Franse bezetters waren hier, en was kerk en staat heel duidelijk gescheiden, en mochten de mensen niet zomaar hun geloof blijven belijden. In deze omgeving, in het katholieke zuiden, zijn de mensen daadwerkelijk ondergronds gegaan, en hebben daar heel veel schuilkapellen gebouwd, kleine kapelletjes uitgehouden in de mergel, waar ze hun geloof deden belijden. Waar de eucharistieviering werd gedaan, er werd getrouwd, er werden kinderen gedoopt. De bokkenrijders, die verhalen zijn ook wel bekend, die verbendes die hier door het land struinden in een wat latere periode. Ja, daar is zo'n grotje ook handig voor om even onder te duiken en even in zo'n grot te gaan vergaderen, dat je niet zo snel wordt gevonden natuurlijk. De Tweede Wereldoorlog, ik heb het in een verhaal eerder al verteld, daar zijn de mensen van Valkenburg de laatste 14 dagen gaan schuilen in de grotten, omdat Valkenburg door de Duitsers onder artillerievuur werd genomen en helemaal werd kapotgeschoten. Maar nog niet zo lang geleden zijn er nog grote inspanningen gedaan om 10.000 mensen in het Valkenburgse te laten schuilen in de grotten. En wel in de Koude Oorlog. De Koude Oorlog, we kennen het allemaal nog wel, en anders heb je het op school gehoord. De spanningen tussen de westelijke landen en de Russen in die tijd zijn er al hoog opgelopen. Atoomoorlog lag op de loer. En in die tijd is er een schuilruimte gebouwd voor 10.000 mensen in de gemeentegrot in Valkenburg. Daar zijn nog rondleidingen, kun je zelf een keer gaan kijken. En die schuilruimte is geopend in 1978, althans toen was die klaar voor gebruik. Hij is gelukkig nooit gebruikt, maar ga eens even na, dat is pas ruim 40 jaar geleden, dus nog helemaal niet zo lang. Dus schuilen in de grotten is helaas nog steeds actueel. Tot de volgende keer met een volgend verhaal. Dag!